Het lijkt me leuk om ook eens iets te vertellen over het palet, want daar is ook nog wel het een en ander grappigs over te vertellen. En ik heb natuurlijk al een keer een video gemaakt over het paletmes, maar het palet zelf, dat heb ik nog niet behandeld en dat trek ik me persoonlijk zeer aan. Nee, dat neem ik mezelf echt kwalijk. Daar mag je mij echt op aanspreken. Maar goed, even terug naar het palet. Het palet is het ding waar je de verf op legt die je gaat gebruiken. En bij olieverf en acrylverf is het altijd aan te raden om een plat palet te nemen dat niet absorbeert, zodat de verf dus niet in het palet trekt. Want als je op een kartonnetje gaat staan te verf mengen, ja, dan droogt het in het karton. En bijvoorbeeld een diep bord of van die kuipjes, dat is niet handig, want dan kun je niet met een paletmes je verf mengen. Je kunt schilderen natuurlijk op verschillende manieren aanpakken. Je kunt zeggen van, ik koop het hele rek met kleuren leeg bij de winkel en ik gooi al die kleuren op mijn palet, dan zal ik altijd wel goed zitten. Dat kan, maar over het algemeen ontkom je er natuurlijk niet aan dat je kleuren moet mengen. Dus dan zeg ik altijd, maak een paar van de belangrijkste hoofdkleuren aan, tenminste die je in die sessie wilt gaan gebruiken. Want zeker ook met acryl, dat droogt snel. Dus je kunt onmogelijk alle kleuren die je ziet alvast gaan mengen. Want tegen de tijd dat je eraan toekomt om ermee te schilderen, dan is de helft misschien al opgedroogd. Dus bedenk altijd van tevoren, oké, ik ga dit stuk schilderen. Dan ga ik voor dit stuk deze kleuren mengen. Wat ik dus dan altijd laat zien, is dus dat die hoofdkleuren aanmengen. Maar wat ik misschien niet genoeg laat zien, is dat die hoofdkleuren pas ik de hele tijd aan als ik bezig ben. Ik heb dan dingen om vanuit te gaan werken. En dan tussenkleuren en variaties, die maak ik gaandeweg aan. Dus ik begin met best wel zo'n steriel palet, zal ik maar zeggen. Dat er zo georganiseerd uitziet. Maar het wordt op een gegeven moment gewoon een enorme bende. Ik zorg er wel altijd voor dat ik nog bepaalde, dat ik die hoofdkleuren die ik heb gemaakt, dat ik die intact houd. Dus daar blijft altijd iets van over. Maar op een gegeven moment, en ik denk dat veel mensen dit wel zullen herkennen, heb je al heel wat dingetjes aangemaakt en heel veel dingen aangepast. En op een gegeven moment dan gaat alles intuïtief. Dan ben je aan het schilderen en denk je, oh, een beetje dit en een beetje dat. En het gaat eigenlijk helemaal vanzelf. En dat is super fijn. En dat heb je meestal niet in het beginstadium met die hoofdkleuren die je zo hebt liggen. Dat is heel grappig. Maar op een gegeven moment dan zit je in dat schilderij. En dan maak je aanpassing hier, aanpassing daar. En dan ben je net zo bezig. En je palet gaat er eigenlijk steeds chaotischer uitzien. Tenminste, vooral bij mij. Want ik ben daarin, denk ik, misschien wel wat chaotisch. Maar in ieder geval, ik vind dat fantastisch. Dan gaat alles vanzelf en dat is leuk. En het leuke is dus ook, vind ik altijd, dat zo'n palet er op zichzelf al zo fantastisch uitziet. Ik zal hier eens wat foto's tonen van mijn eigen paletten. Want daar rust geen copyright op, omdat ik ze zelf heb gedaan. Maar kijk, misschien moet je je wel zorgen gaan maken als op een gegeven moment mensen liever jouw palet kopen dan dat ze je schilderij kopen. Want zo'n palet heeft vaak zo mooi, van die kleuren, harmonieën die je erin kunt zien. Is gewoon leuk. Wat heb ik hier verder op mijn verlanglijst staan? Nog even kort voor mensen die misschien hier nieuw zijn op mijn kanaal. Zo'n palet voor acrylverf, ik zei het al, het liefst plat en het liefst niet absorberend. En dan kun je dus afscheurpaletten bijvoorbeeld kopen. En dan, als je iets hebt gebruikt, dan scheur je het dus af, vandaar de naam. En dat gooi je weg in de prullenbak. En zelf vind ik die afscheurpaletten heel handig voor als ik bijvoorbeeld even, nou, dit heb ik gebruikt om deze doeken in de gesso te zetten. Dus eventjes gesso grijs gemaakt op een afscheurpalet en dan die doeken insmeren. Maar verder vind ik het ook handig als ik bijvoorbeeld denk van, oh, ik heb weinig tijd en ik wil aan dit schilderij beginnen, maar ik heb alleen maar tijd voor de lucht. En dan kan ik gewoon een grote berg verf maken op dat afscheurpalet en dan kan ik aan de gang. Maar verder vind ik een nadeel van de afscheurpaletten dat ze over het algemeen wit zijn. Ten eerste, het is een verblindende kleur. En bijvoorbeeld dit grijs hier, dat ziet er op dit palet al behoorlijk donker uit, terwijl het helemaal niet zo'n donker grijs is. En ik heb hier een grijs palet en dan doe ik het dus hierop. Kijk eens, dan zie ik dat grijs eigenlijk een hele lichte kleur is. Dus zo'n wit palet zorgt er vaak voor dat je op het verkeerde been wordt gezet. Dus mijn voorkeur gaat over het algemeen uit naar een grijs palet. Dan kun je dus de lichte kleuren goed inschatten, maar de donkere kleuren dus ook. En grijs, als je echt een beetje een neutraal grijs hebt, dat is eigenlijk een kleur die ervoor zorgt dat je zo min mogelijk last hebt van dat de kleuren die erop liggen worden beïnvloed door omgevingskleur. Dus
Als ik bijvoorbeeld een knalrood palet zou maken, dan hè, dat zou ook niet werken. Want dan ziet bijvoorbeeld mijn groen er overdreven fel uit en mijn rood ziet er dan niet rood genoeg uit, enzovoorts. En grijze paletten zijn volgens mij nu wat beter ook verkrijgbaar in Nederland, ook kunststofvorm. En anders kun je het zelf maken. Ik heb zelf een grijs palet gemaakt door een glasplaat aan de achterkant in te smeren met grijze verf en dan af te plakken met duct tape. Daar heb ik een video over gemaakt en ook een blog geschreven. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Op een palet is dus ook het voordeel, je kunt met een paletmes zeker kun je bergjes verf aanmaken. Maak genoeg verf aan, want we willen natuurlijk niet te veel verf weggooien, dat snap ik ook. Maar eigenlijk is nog veel erger, is te weinig verf op je palet aanmaken. Het is heel belangrijk dat als je aan het schilderen bent, dat je continu terug kan naar je basiskleuren die je gemengd hebt. Want als je tussendoor weer moet proberen dezelfde kleur opnieuw te mengen, dat is lastig. Zeker als de kleur op je doek al is opgedroogd, dan wordt het lastig diezelfde kleur weer te benaderen op je palet. En dat komt omdat acrylverf donkerder wordt na droging. Dus dat is altijd lastig. En je kunt soms ook hebben dat een bepaalde kleur ergens niet goed dekt. En dan is het wel zo fijn als je na een 10 minuten kwartier er nog eens overheen kan met exact dezelfde kleur. Allemaal dat soort dingen. En als je genoeg verf aanmaakt, wordt het ook makkelijker om vloeiende overgangen te maken. Want je hebt gewoon genoeg liggen, je kunt elke keer even pakken. En dat zorgt dus gewoon voor een veel fijner gevoel bij het schilderen. Je kent dat wel, dat benauwde gevoel van, misschien kom ik net niet uit met dat groen dat ik hier op mijn palet heb. En misschien kan ik het een beetje gaan schrapen op mijn doek, dat ik dan nog net wel uitkomt. En want bij schilderen is het best belangrijk dat je de verf eigenlijk kan manipuleren als het op het doek zit. Hè? Daar gaat het eigenlijk om. Je doet genoeg verf op je penseel, je zet het op het doek. En dan kun je het sturen. En wat er dus uiteindelijk gebeurt, als je loopt te hannissen met te weinig verf, dan moet je op een gegeven moment dus elke keer bijmaken. En dat kost dus uiteindelijk, ben ik van overtuigd, ik heb het zelf ook ondervonden, kost het meer verf. Vroeger had ik best vaak dat ik een dag later dacht van, ik moet overal eigenlijk weer opnieuw overheen. Want als ik maar een bepaald stukje deed en het droogde net weer wat anders op van kleur, dan moest ik de rest eigenlijk ook weer aanpakken. En sinds ik dat niet meer doe, is het eigenlijk veel makkelijker geworden. Sinds ik gewoon genoeg verf aanmaak op mijn palet. En ook dingen goed voorbereid in eerste instantie. Die hoofdkleuren. Nou ja. Ja, en als we aan schilderen denken, dan denken we natuurlijk altijd allemaal aan dit. Hè? Dan zie je iemand zo lekker zo schilderen. En de hele route van A tot Z gaat allemaal vlekkeloos. Maar wat je dus niet ziet, is dus dit. Dat al het werk eigenlijk op het palet gebeurt. Eigenlijk. En wat je dus ook niet ziet is van, dit wordt nooit wat. Ik kan er ook helemaal niks van. Of, ik kan er helemaal opnieuw beginnen. Dit is weer van die troep. Waarom lukt het nou niet? Ik kan er ook helemaal niks van. Het lukt niet. Dat soort dingen. Dus dat is eventjes een waarschuwing. Verkijk je nooit op die timelapses. Dat is altijd leuk als iemand een schilderij ziet maken. Maar natuurlijk, dan worden dingen weggeknipt. Het wordt doorgespoeld. En als je het zo achter elkaar ziet, is het net alsof het een heel logisch traject is van begin tot eind. Maar het is eigenlijk, je gooit je erin en je gaat gaandeweg bouw je een schilderij op. En dat wil niet zeggen dat dat niet met horten en stoten gaat natuurlijk. En dat wil ook helemaal niet zeggen dat je van tevoren al precies weet hoe het gaat worden. Hè? Dus het is iets wat ontstaat. Maar goed.